U heeft het vast al gezien, door heel Altena zit tape rondom sommige eikenbomen. In deze bomen zit de eikenprocessierups. Wie in aanraking komt met de haartjes van deze rups, kan hier flink last van hebben. Maar hoe herken je deze rups? Jos Schenkeveld van Brabants Landschap legt het uit. Overdag zie je ze vooral in die klomp hangen. Hier zie je er eentje boven mij, die is wat losgelaten. Hierboven, ik weet niet of je die kan zien, hangt er nog eentje echt zo in een oksel van een boom. En er zitten allemaal eigenlijk, overdag zitten ze gewoon veilig in een, nestje eigenlijk. Dus als je van die trosjes ziet, dan kun je beter even die boom niet aanraken en een stukje eromheen lopen. En dan s'avonds, daarom heet het ook de eikenprocessierups, dan zie je ze allemaal zo hier tegen die stam aan. Zie je ze omhoog klimmen, hier zie je ook nog draden van, die ze achtergelaten hebben. Dus dat betekent ook echt dat ze actief zijn. En dan kruipen ze naar boven en dan vreten ze het blad van de eikenboom. Dat is hun voedsel. En soms zie je ook gewoon hele kale bomen. Hier bij de top van het blad, dat is gewoon al het blad van de nerven afgevreten. De gemeente verwijdert momenteel op openbare plekken de rupsen uit de eikenbomen. Brabants Landschap ziet ook andere oplossingen voor het probleem. Die rupsen zijn sinds 1989 in Nederland. En je ziet dat steeds meer vogels ze ook leren eten. Nu weten we dat bijvoorbeeld, eerst wisten we al dat mezen dat graag doen. Pimpelmezen, koolmezen, dat is hartstikke goed voor de jongen. Die groeien er goed van. En ja, dat betekent dus dat je meer mezen zou kunnen krijgen. En zo houdt het elkaar eigenlijk in evenwicht. En nu weten we ook dat koutjes ze eten, spreeuwen eten ze. En we hebben hier de koekoek rondvliegen, die slobbert ze ook op met huid ernaar. Dus als je die vogels in je gebied hebt, dan zie je een bepaald natuurlijk evenwicht ontstaan. En dan leidt het niet echt tot problemen. En daarnaast heb je ook nog kleine gaasvliegen, wespen, sluipwespen. En die vreten ook aan die larven. Dus al met al, zeg maar, heb je alle randvoorwaarden, zijn die allemaal geschikt. Dan leidt het niet tot hele grote problemen. Behalve dan als je eronder gaat staan en je tikt hem aan of je gaat die boom omzagen. Ja, dan komen die brandharen op je. En dat is gewoon dat is een pijlvormig haartje die blijft in je huid kleven. En dat veroorzaakt gewoon heel veel irritatie en jeuk.